Als deze video zoveel likes behaalt, dan komt er morgen weer een nieuw, grandioos, fantastisch filmpje van mij. Dat geloof je toch niet? Let's go! Ik ben Kelvin en ik heb een fucking witte hand. Hallo. Ik geef elke dag van de week een prijs weg en dat doe ik vandaag ook. En vandaag is de prijs, jullie voelen hem natuurlijk al aankomen, een grandioze space scooter. Eén van jullie kan binnenkort de eigenaar zijn van een fucking epische space scooter. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan maak je kans. Woe! Op een space scooter. En de winnaar maak ik bekend op Snapchat, Calvin. Ik heb daarnaast ook superleuke snaps, dus ga maar volgen. Ha. Over Snapchat gesproken, ik ga vandaag, en dat of je nou wil of niet, doe het toch. Ik ga vandaag snaps van chicks nadoen, want ik moet eerlijk zijn, sommige chickies zijn wel lekker op Snapchat. Soms heb je dames op Snapchat die... Serieus, sommige dames zijn echt super mooi op Snapchat. En soms doen dames ook echt dingen op Snapchat waarvan ik denk, what the fuck are you thinking? Just hanging with everybody. Look at my titties, man. Vandaag doe ik ze na. Ik heb er nu al zin in. De eerste snap van chick die ik ga nadoen is... Wat? Ik vind het op zich wel leuk uitzien. Maar daardoor hoef je nog niet te doen alsof je kapsel een kat is die aan het aaien bent. Muziekje op de achtergrond is wel goed trouwens. Oké. Wow, waarom heb ik die bril hier? Ik ga snaps van chickies nadoen. Maar zoals je misschien al was opgevallen, ik ben geen chickie. Ik ben gewoon een jonge man. Ik ben gewoon zo'n vieze stinkende heer. Maar ik heb wel spullen verzameld. Ik pak ze er eventjes bij, zoals jullie misschien wel denken. Ik heb hier allemaal shit. Oh fuck, nog even een boep. Prima. It's gonna be funny. Het enige wat deze chick doet is aan haar haren zitten. Dus ik ben fucking blij met deze, want deze is de eerste. Dus ik kan gewoon eventjes goed inkomen. Ik kan gewoon even rustig inkomen op deze manier. Ga gewoon deze opdoen. Pruikje! Ik weet nooit hoe pruiken werken, mensen. Fucking hell. I don't know. Zij heeft een grijze shirt aan. En nou laat ik nou toevallig hieronder een grijs shirt hebben. Oh my god. Weet je wat het lastige is aan het na... Wow. Jullie zien me niet eens praten. Oké, zij doet in principe alles met haar rechterhand. Met de linkerhand heeft ze de telefoon vast. Mensen, hier zijn we. Waarom doe ik dit? Wow, wacht even. Zij heeft een beetje donkerblond haar. Maar ik heb fucking fel blond. Dus ik ga gewoon iets proberen. Ik ga het gewoon echt proberen. Eerst doen we pruik nummer 1. Boom. Pruik nummer 2. Dit doet fucking vet. Ja, holy shit. Look at this, man. Ik ben gewoon donkerblond. Ik ben officially donkerblond. Yes. Ik ga gewoon proberen te doen wat zij ook doet. Het belangrijkste als je snap nadoet, is dat je weet wat je beginpositie is. Dus zij heeft zo, hoofd een beetje scheef. Let's go! Fuck, doe mijn pruik af. Nee, fuck! Ik moet hem even analyseren. Ik weet niet wat de fuck haar bezielt. Kelvin, je kan dit. Actie. Ik dacht dat deze makkelijk zou worden, hè? Ik dacht dat dit de makkelijkste was. Ik doe dit gewoon. Ik geef niet op. Snap je? Oké. Okay. Vaak. Komt ie. Ik vind hem voldoende. Ik vind hem goed zo, oké? Okay? Klaar. Niks meer aan doen. Het is tijd voor de volgende snap. Ik ga weer lekker chickie bekijken. Snapchat. Wat? Waarom deze, mensen? Vertel het me, waarom deze? Oké, deze snap is nogal Barbie-achtig. Laat ik het daarop houden. Oké, ze heeft een witte horloge, een roze pruik, een grijs shirt. Nou, laat ik toevallig een grijs shirt aan hebben. En tieten. Deze. Oeh, dit is echt een mooie roze. I love the color of this one. Verder heb ik nagels. Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, er zit gewoon lijm bij. Fucking sick. Ik denk dat ik dit erop moet doen. Denk ik. Kom op, spuit alsjeblieft niet open. Ja, het spuit open. Lijm zit erop. En dan dit of zo. En dan hoop ik dat het goed komt. I don't even know what I'm doing. Dit is echt fucking secondenlijm of zo. Dit is echt niet normaal. Shoutout naar alle vrouwen met lange nagels. Ik weet dat jullie hier niet voor hebben gekozen. Aight. Auw. Auw. Oh my god. It's fucking beautiful, man. 1, 2. Yo, man. Zullen we een stukje gaan rijden? We kwamen trouwens net achter dat deze chick in een Engelse auto zit. Dus haar... Snap je? Dus eigenlijk zit ze daar, maar... Hallo! Oké! Ik ga het gewoon proberen. Fuck it. Fuck!
fuck, nee, ik heb hem verkeerd gedaan. Ik vergat één line. Fucking boobies. Zijn we er klaar voor? I got it, man. I got it, man. Ugh, fucking prukas. It is time for the next Snapchat. Woo, damn, she's attractive as fuck. Alle mannen, ook al ben je 11, ook al ben je 38, ga er even goed voor zitten. Je gaat genieten van dit snappy. Ik heb niet dat. Even. Om mijn mannelijkheid na de vorige snap en deze nagels een beetje te herstellen, is hier een hooghoudsessie. Zij is echt fucking mooi. Maar goed, laten we zakelijk blijven. Ik heb deze. Dit is blauw. Ja, op zich prima. Het is niet zo mooi lichtblauw als bij haar, maar... Witte jurk? Ja, ik heb geen witte jurk. Dus ik doe gewoon dit witte hemdje aan. Back at it again with the boobies. En ze heeft een ketting. Dus ik denk dat ik gewoon... Dit is echt heel fout. Ja, zij heeft alleen ook nepnagels. Zij heeft natuurlijk nagels, maar die van haar zijn blauw. Oké, I'm gonna paint my nails blue, man. Serieus, door deze video's begin ik gewoon pro te worden in nagellakken. Boom, klik, klak, paf. Oké, here we go. Oh, dit zit zo fucking strak. Nou, Kelvin, you're doing this, man. Movie number two, let's go. Fucking lekker, Kelvin. Ik bedoel, ik vind mezelf niet lekker, maar ik vind dat ik lekker bezig ben. Kutnagels. Dit zijn toch twee identieke plaatjes? Don't worry about my boobies. Oh, ik voel me ook, Kylie. Ja, dit is perfect. Yo, dit is perfect. Ze bijt op haar nagels, alsof ze fucking 12 is. Wat? Ze doet alsof ze playback, maar ze zingt helemaal niks. Ze kent de tekst gewoon niet. Ze zegt gewoon... En halverwege beseft ze dat ze de tekst niet kent. It is in my system. Het is tijd om een telefoontje te pakken, mensen. We gaan eventjes een geinig filmpje maken. Ik ga het gewoon proberen en dan zien we wel hoe het wordt, oké? Zijn we er met z'n allen klaar voor? Ik wel. Let's go. Fuck, nee, ik heb het niet goed gedaan. Take 2, let's go. Oké, mensen, ik heb fucking lang vergeleken. Ik moet hem nog een keer doen, anders is hij niet goed. Ja, ik heb hem. Tijd voor de volgende snap, let's go, yo. Hoe doe ik? Überhaupt, ik heb niet eens een spiegel. Let's go. Nee, ik haal mijn nagels er gewoon af, man. Ik kan dit echt... Holy fuck. Au, au, au. Ik dacht dat het sick makkelijk afging, deze nagels. Shit, man. Oh. Ah. Mijn vingers zijn dikke lijmpoten nu. Kijk, zij heeft zeg maar een zo'n ding. Zo'n jurk, denk ik, of zo, met een broek. Ik heb dat natuurlijk niet. Dus ik heb wat bedacht. Nou, hij is wel lekker strak, hoor. I like it. Ik moet even wat rondingen van mezelf krijgen. Kussens. Hiermee kan ik wel grotere billen krijgen. Niet verkeerd, hoor, al zeg ik het zelf. Oké, in plaats van dat ik een spiegel gebruik, is dit gewoon... Dit is gewoon Oké, dit wordt gewoon het beeld. Snap je? Zet de flits aan. Linkerhand, linkervoet, rechtervoet. Handje door het haar. Generale repetitie. Hoe de fuck doet ze dit allemaal? Rechts, zo. Oké, ik ga hem gewoon proberen. Nou, jullie hebben het gezien, ik heb het ook gezien. Ik ga er ook niet meer dan dat van maken. Ik vind dat ik al best wel ver ben gegaan met deze shit allemaal. Dus, I did it, man. En jij wil natuurlijk cruisen door de stad op jouw space scooter. Nou, dat kan. Jij kan een kans maken op een space scooter. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te reageren onder deze video en te abonneren op mijn kanaal. En dan maak jij kans op een space scooter, Spaanse scooter, op naar Spaanse Beyond. Let's go. En niet vergeten om deze video een duimpje omhoog te geven, want als deze video zoveel likes haalt, dan komt daar morgen weer naar een video. Dank je voor het kijken. Ik zie daarna morgen weer. Ik hoop dat. Maar dat zal sehr geil sein. Ja, sicher. Ja, Snapchat. Check is nadoen. Later.
En ik heb vandaag een verzameling van extreme Snapchats. De extreme dingen die mensen ook naar elkaar hebben toegestuurd op Snapchat. Die ik eventjes gezellig ga bekijken en daarop kijken jullie gezellig mee. Ja, dat dacht ik al wel. Give me all that work, 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 work. Extreme Snapchats, nummer 1. Boom, bring it to me, man. Whoa. Can't get the top over my boobs. Deze chick is sowieso Brits, dus sowieso een Engelse chick. Je hebt niet eens een BH aan. Waarom zou je in de winkel gaan staan met je telefoon en denken, ach, mak. En weet je wat je ook gewoon weet? Het is niet in